Welkom, dames en heren. We zijn weer bij een nieuwe aflevering van This Generation The Tour. En we zijn deze keer in Kampen bij Josefa Strijken. Die ons hier in Kampen welkom heeft geheten in haar huisje. Josefa, bedankt dat we hier mogen zijn. Ja, graag gedaan. En we horen graag van je wie je bent en wat je een beetje doet in het dagelijks leven. Ik ben dus Josefa Strijker. Ik ben 19 jaar oud en ik woon sinds 2,5 week hier in Kampen. Ik studeerde KALO, sportopleiding op Windesheim in Zwolle. Ik doe daar psychomotorische therapie en bewegingsagogie. Kort gezegd, sporten met gekken. Ik sport dus met verstandelijk beperkte, maar aan de andere kant is het ook sporttherapie, kun je het wel noemen. Ik ben sinds 2010 betrokken bij Athletes in Action en ik doe Athlete. Dus ik wel een beetje in het kort. Dat is een beetje hoe jouw leven eruit ziet op dit moment. Ja. En in welk jaar van je studie zit je? Eerste jaar. Eerste jaar. En hoe bevalt het? Nou, echt superleuk. Ik zit helemaal op mijn plek. Ik had altijd wel iets willen doen met mensen helpen. En SPH, dat leek me toch niet wat om de hele dag met mensen zeg maar zo aan tafel te zitten. Dus toen ik van PMT hoorde, toen dacht ik wel van nou, dat is gewoon echt perfect. Gewoon bewegen en bewegen als middel gebruiken. Eigenlijk ook wat je bij AIA doet, maar dan als middel om mensen beter te laten functioneren of plezier laten beleven in het sporten. Met This Generation The Tour zijn we op zoek naar de kenmerken van deze generatie. Kun jij eens vertellen hoe jij tegen deze generatie aankijkt? Dat is wel een goede vraag. Ik merk, Kampen, dat wordt altijd best wel een religieuze stad genoemd, zeg maar. Mm-hmm. Maar binnen kerken merk ik dat er best wel een leegte is. Dat mensen op zoek zijn naar de ware identiteit van God. En die leegte blijkbaar niet in kerken kunnen vullen. En daardoor in het weekend uitgaan. Er wordt enorm veel gedronken. Jongeren tussen 14, echt al vanaf 13, 14 jaar, die zitten al te zuipen in de keet, zeg maar. Dus dat merk ik hier in mijn omgeving heel erg. Mm-hmm. Daarnaast merk ik wel dat de gedragsproblematiek ook echt wel heel... je hoort steeds meer mensen die ADHD hebben of PDNOS en dat soort dingen. Ergens denk ik wel dat dat een diepere oorzaak heeft. Ik zie echt wel dat deze generatie best wel erg gebroken is. Ook, een goede vriend van mij bijvoorbeeld, die is 22 en die heeft zijn 25-jarige vriendin ten huwelijk gevraagd. Toen kwam een klasgenootje naar me toe en die zegt van... dat moet voor jullie geloven, hè. Dan moet je trouwen voordat je wil samenwonen. Mm-hmm. En mijn pa zei al, is ze zwanger of zo, dat ze moesten trouwen. Weet je? Dus dat hele idee van huwelijk bijvoorbeeld, wat echt super mooi is. Dat is gewoon raar. Dat past gewoon niet meer bij deze tijd. En dat is wel waar ik mee geconfronteerd word. Ook op school. Of met uitgaansleven inderdaad ook wel heel sterk. Maar dat was echt een voorbeeld dat ik echt dacht van... wow, het is eigenlijk helemaal niet heel erg vanzelfsprekend meer wat ik geloof. Of wat mijn normen en waarden zijn. Ja, dus je ziet een leegte. Je ziet gebrokenheid. En je ziet dat het geloof zoals jij dat beleeft. Of zoals jouw christelijke normen en waarden zijn. Helemaal niet meer aansluiten bij deze wereld of bij deze generatie, dat ze daar heel veel vraagtekens bij hebben. Ja, ik ben best wel een vreemde eend soms. Ja? Ja. En hoe ga je daarmee om? Ik ben er zelf heel open over, omdat ik denk van ja, het voelt ook niet helemaal lekker om daar omheen te draaien, ofzo, omdat het gewoon niet is wie ik ben. Mm-hmm. Dus, maar goed, het is reach out en niet freak out, dus ik ga mensen ook niet helemaal bestormen met weet ik veel wat allemaal. Ja. Dus ik houd het vooral altijd heel dicht bij mezelf en ik vertel mijn ervaringen en hoe ik door struggles heen ga. En, daar hebben ze wel heel erg veel respect voor als je er gewoon open over bent. Je zei net iets over, over de geleegte en gebrokenheid die je ziet in deze wereld. Kan je daar nog eens iets over delen van wat jij mee hebt gemaakt bijvoorbeeld bij je opleiding? Wat ik echt al merk is dat echte liefde en echte vriendschap en trouw, dat het gewoon echt woorden zijn wat bijna niet meer in het woordenboek staat.
Toen ik aan de opleiding begon, was het eerste wat je zei, oh, heb je een relatie, die blijft niet heel, zeg maar. En nou ja, als ik naar klasgenoten kijk, of vrienden op de opleiding, dan zie je dat ook echt, dat er zoveel relaties stuk gaan, mensen gaan vreemd, het is allemaal zo. Ja, nou, aan de andere kant zijn ze echt wel naar op zoek naar waardevolle vriendschap en naar liefde en geborgenheid. Maar ja, dan zoeken ze op allerlei andere plekken waar het gewoon niet te vinden is. Ja. En wat is dan het grote verschil tussen de liefde en trouw van deze generatie of van deze wereld, vergeleken met de liefde en trouw zoals jij dat ziet? Je hebt het net over echte liefde en echte trouw. Wat is dan daar het verschil tussen? Nou ja, weet je, ik denk dat echte liefde, ja, er wordt 1 Korinthe 13 vaak wel snel bijgehaald. Maar weet je wel, geduldig of geen afgunst of geen trots en ja, dat soort dingen. Weet je, zodra mensen ongeduldig, zodra je partner of je vriend maar ook maar één fout te maken en het is gewoon game over, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Terwijl ik denk dat Jezus al duidelijk een voorbeeld is van geduld met elkaar en vergeven. En dat is wel iets wat ik zelf wel. Dat is wel iets wat in mij ligt. Maar als ik bijvoorbeeld een fout maak tijdens een opdracht of. Want het is soms best wel moeilijk om weer goed te maken, omdat dat zo. Mensen reageren uit frustratie en minder geduldig. En, dus dat is wel echt wat ik. En dan is het moeilijk voor jou om daar dan ook mee om te gaan? Ja, soms wel, omdat het voor mezelf zo vanzelfsprekend is, zeg maar. Of omdat het zo. Ja, omdat dat mij gewoon zo aangeleerd is, dus dan doe je dat. Ja, wel met moeite, maar je weet gewoon dat het de moeite waard is, zeg maar. En het is niet bij een meningsverschil of meerdere dat je echt denkt van, weet je, die kan de deur uit, het is over. Dus je zei in het begin ook iets van het verkeerde beeld wat mensen dan hebben van christenen of van de kerk. hoe zet jij je dan in om dat beeld weer een soort van recht te krijgen? Kan je daarin een soort van mensen een andere kant op wijzen, zeg maar, een andere richting op wijzen? Nou ja, weet je, dus ook die christenen reageren vaak vanuit pijn of vanuit wat hun is aangedaan of overkomen is. Dus ergens ook wel heel, vind ik het ook wel heel begrijpelijk wat ze, hoe ze reageren en hoe ze dan in één keer alle kanten helemaal uit balans vliegen. Maar goed, als ik dan weer met mensen persoonlijk praat, dan zeg ik van ja, weet je, ik geloof wel dit of dit. Of weet je, uitgaan dat is voor mij echt niet het van de weekend. Of ik zeg, weet je, ik heb gewoon veel meer waarde aan waardevolle vriendschappen en mensen die me opbouwen. En aan mijn geloof, bovenal. Ja. Dus en ik laat het ook wel. Dan komen ze aan met, als christen moet je dit, dan moet je naar de kerk en dan moet je naar de catechisatie. Daar heb ik misschien natuurlijk geen flauw idee wat dat is. Wat zeg jij dan, als ze dat tegen jou zeggen? Ik zeg altijd dat christen zijn is niet, dat is niet mijn religie, maar dat is mijn lifestyle, zeg maar. Dat is gewoon geïntegreerd in wie ik ben. Mm-hmm. Weet je, ik wandel, als ik op school, in de bus, in de trein, op straat loop, dan is het van nou. Dan bespreek ik de dag gewoon. Of als er iets opkomt of iemand opkomt om voor te bidden, dan kan dat ook over de telefoon met iemand of op straat met iemand. Weet je, de onzichtbare realiteit is nog zichtbaarder dan de zichtbare realiteit. Weet je, en God is er gewoon altijd. Dus dat is voor mij, dat is voor hun wel heel moeilijk om te begrijpen, maar. God, dat is gewoon echt een dagelijks. Het is niet wat iets moet, maar dat zit gewoon. Dat zit gewoon in mij. En Nu we hier toch zo zitten, ben ik benieuwd naar de uitdaging die jij voor mij hebt. Ja, we kunnen natuurlijk niet naar buiten, want het regent behoorlijk hard en het is inmiddels donker, dus met de camera waarschijnlijk niet zo handig. Maar voor turnen moet ik de handstand doen, dus ik denk dat kan ik ondertussen gelijk even oefenen. En dan wil ik eigenlijk doen wie het langst op zijn hoofd komt, of wie langs in de handstand kan blijven staan. Maar je mag de muur wel gebruiken. We mogen de muur gebruiken? Ja. Nou, dat is wel handig. Dus.
Dan en, denk ik wel. Wel je eigen grens aangeven, niet dat we je straks moeten oprapen, zeg maar. Oké. Okay. Dus we ook nog een eindje reis, geloof ik. Ja. Nou, ik denk dat ik deze uitdaging wel aan durf te gaan. Ik moet zeggen dat ik vroeger ook op turn heb gezeten. Dus misschien kan ik nog wel eens hoge ogen gaan gooien hier. Oké. Okay. Dus ja, ik ben benieuwd. Ik ben er klaar voor. Oké. Okay. 3, 2, 1, go. Ah, volgens mij heb ik gewonnen. Ja, volgens mij ook. Zo lang mogelijk blijven staan nu. Nou, dames en heren, dit was de uitzending van een kampen. En ik heb eindelijk een keer een challenge gewonnen. En dit was This Generation, de tour met Josefa. En ja, morgen zijn we er weer. Tot dan.